kijkers, welkom bij deze uitzending. We hebben in de studio de minister van Bibes, minister Albert Ramdien. En met hem gaan we praten over de ACS-conferentie. Suriname staat deze dagen in het teken van de ACS-conferentie. En de minister van Buitenlandse Zaken is de persoon bij uitstek die ons een overview kan geven van hetgeen allemaal tot nu toe heeft plaatsgevonden. Minister, welkom. Ja, dank u wel. U heeft een vrij druk programma gehad, waaronder de bilaterals. Kunt u ons vertellen wat er allemaal is besproken? Ja, het programma sinds maandagochtend, dus sinds gisterochtend, is enorm druk. We hebben veel gasten hier. Allemaal hebben bilaterale ontmoetingen, maar er zijn zoveel andere ontmoetingen. We hebben de exhibitie, waar ik nog steeds op trots ben. Met name middelgrote bedrijven. Extra namens die zelf een bedrijf hebben ondernomen. Dus echt ondernemers. Dit zijn niet mensen met veel geld, maar ze ondernemen. Ja. En dat is entrepreneurschap. Dus ik ben daar heel blij mee. Het is een ander gezicht van Suriname. Veel mensen kenden die bedrijven niet, maar ze produceren en ze exporteren. Maar daarnaast zijn er heel wat politieke gesprekken gaande. Formele gesprekken. We hebben gisteren de business conference gehad, waar nadrukkelijk is gekeken naar hoe we het Caribisch gebied, het wijdere Caribisch gebied, dus alle landen die aan de Caribische Zee grenzen, want daar gaat het bij ACS om. De Caribische Zee bindt al deze landen. Het gaat om 300 miljoen mensen die wonen in al deze landen, 25 landen in totaal. Een grote economie, maar met een groeipotentie. Al deze landen kunnen nog meer groeien. En dit is eigenlijk het doel van deze bijeenkomst, dit is de focus dit jaar. Is hoe brengen we al die landen bij elkaar, met name het bedrijfsleven, om meer zaken met elkaar te doen. We kennen nog te weinig van elkaar. Onze focus is op exportmarkten in Europa en in Amerika en andere gebieden. Maar die zijn ver en de eisen zijn hoog. Maar in je eigen omgeving kan je nog veel exporteren. En ik denk dat dat een goede springplank is voor onze exporteurs. Maar daarnaast worden er ook gesprekken gevoerd over wat voor beleid gemaakt moet worden. Een van de beleidspunten is verbeteren de connecties. Dus betere luchtvaartverbindingen, betere scheepvaartverbindingen, maar ook digitale connectie, internet. Waardoor je meer mogelijkheden creëert, meer connectie brengt binnen deze regio. Dat is een belangrijke voorwaarde eigenlijk om die groei te realiseren. Dus al met al heb ik het gevoel, na 2 dagen confereren, we zitten aan het eind van de 2e dag, heb ik het gevoel dat men zeer tevreden is. Men is heel blij. Overigens moet ik zeggen, los van de conferentie, los van de inhoudelijke aspecten, merk je toch, ondanks de regen, dat men heel blij is om in Suriname te zijn. Suriname is wat dat betreft uniek. Er is zo'n diversiteit, er is zo'n aantrekkelijkheid. De Surinamers zijn erg hospitabel, dus ze verwelkomen graag, ze zijn vriendelijk. Dat zijn allemaal positieve dingen die we zien. En dat merk je ook wel in de reacties die je krijgt van de verschillende gasten die we hebben. Er zijn gasten uit natuurlijk deze regio, Centraal-Amerika, Spaansprekenden. We hebben personen die komen uit Zuid-Amerika, Venezuela en Colombia. Uiteraard Guyana en Suriname horen daar ook bij. En we hebben de Caribische collega's die hier zijn. Maar we hebben ook mensen uit het Midden-Oosten. We hebben personen, vertegenwoordigers uit Turkije, uit Kuwait, uit de Verenigde Arabische Emiraten, uit Saudi-Arabië. Maar ook uit bijvoorbeeld India, in het Verre Oosten, ook van China. Dus dit is weliswaar een regionale conferentie, maar met een uitstraling ver buiten de regio. En ik ben blij te zien hoe zij heel positief naar Suriname kijken. Ik wil een oproep doen aan de gemeenschap om diezelfde positieve houding te hebben naar je eigen land. Want het is wel mooi als anderen zeggen hoe leuk ze het hier vinden en hoe ze vooruitgang zien. Maar het is beter als we dat zelf als eerste beseffen. Ja, een van de onderwerpen tijdens de discussies is climate change. En we hebben ook wat gesprekken gevoerd. En eigenlijk wordt gesteld dat er meer aandacht aan die topic gegeven moet worden. Hoe kijkt u er tegenaan? Dit is absoluut waar. We hebben dus naast die 2 eerdere punten die ik heb aangehaald van samenwerken, bij elkaar komen, gezamenlijk optrekken en de kwestie van de verbindingen, is klimaatverandering en de effecten van klimaatverandering voor iedereen een zorg. We hebben net gezien in Zuid-Brazilië, wat nu een
een natuurrampengebied is verklaard. Ja. Vele overstromingen, vele mensen zijn overleden. We hebben ook onze deelneming betuigd aan de regering van president Lula. Maar je ziet dit soort dingen periodiek gebeuren in verschillende landen. Dus het is nu Brazilië. Wij hadden een paar weken geleden al die bosbranden en met alle consequenties van dien. Andere landen hadden enorme droogte, andere landen hadden overstromingen in het ene deel van het land, in het andere deel droog. Wij hebben recentelijk hier ook natuurlijk een lange periode van droogte gehad. Nu regent het continu. Dus de natuur is natuurlijk niet te voorspellen, maar we moeten wel methodes vinden om daarmee om te gaan en daarop voorbereid te zijn. Dat valt veel eisen van ons, allemaal, in onze levensstijl. Maar klimaatverandering is er en daar moet aan gewerkt worden. Uiteraard, wij zijn niet de landen, met name in deze regio, die verantwoordelijk zijn voor het feit dat er een klimaatverandering aan de gang is. Met de broeikaseffecten die er zijn. De uitstoot van CO2 is niet omdat Suriname dat doet, dat komt van de rijkere landen. En zij moeten die verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat het minder wordt. En dat ze dus de beloftes die ze maken op internationale conferenties om middelen beschikbaar te stellen, financiële middelen, dat ze dat inderdaad doen. We hebben daar zeer kritisch vanmorgen over gesproken op de conferentie waar we begonnen zijn vandaag, vanmorgen, met een sessie, met een serie van substantiële inhoudelijke discussies over toerisme, over transport, over milieu. Professor Naipaul heeft een presentatie specifiek gehouden over een vraagstuk die wij hebben. De erosie aan onze Surinaamse kust, waardoor heel wat mangrovenbossen zijn vernietigd. En hij heeft een systeem uitgevonden waarbij mangroven wordt herbeplant. Nou, dat zijn voorbeelden die we moeten tentoonstellen aan de wereld. En dat heeft hij hier kunnen doen, heel specifiek voor Suriname. Er gebeurt veel op dat stuk in Suriname. We zijn een carbon-negatief land, dus dat betekent dat we minder CO2 uitstoten dan we produceren. Dus het betekent dat we de facto eigenlijk per saldo CO2 innemen, als vergaarbak dienen. We willen carbon-negatief blijven, dat is een goede zaak. We willen ook minder ontbossen natuurlijk. We zijn al vrij bosrijk. 93% van ons territorium bestaat uit bos. Dat willen we zo houden. We hebben hoge mate van biodiversiteit, dus al die verschillende dieren en insecten die we hebben, en bossoorten en bloemen enzovoorts. Dat is diversiteit, biodiversiteit. Dat hebben we, die willen we behouden. Dat is goed voor het milieu. Zo werkt het, het een grijpt in het ander. Maar daar staat tegenover dat we ook natuurlijk een stukje economische ontwikkeling moeten creëren voor de samenleving. Ja. Want de Surinaamse samenleving groeit. Mensen moeten ergens wonen, ze moeten energie hebben, ze moeten elektriciteit hebben. Ze willen ook een stukje recreatiemogelijkheid. Dus daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Is het balanceren van hoe ga je het milieu beschermen en dat tegelijkertijd economische ontwikkeling creëren. En een stukje leefbaarheid mogelijk maken. Die discussies vinden plaats en ik denk dat de kritische noten zijn met name naar de rijkere landen toe. Ja. Dat zij als veroorzaker van klimaatverandering, dat zij dus verantwoordelijk moeten zijn om ook de middelen beschikbaar te stellen, zodat wij, als een overstroming plaatsvindt die we niet hadden voorzien, en overstromingen kan je niet voorzien, maar het kost geld. We hebben dat gehad een paar jaar geleden, 2 jaar geleden in Brokopondo, waar gebieden volledig onder water waren, waar de mensen moesten worden geëvacueerd. En dan wanneer ze terugkomen, wanneer het water weg is, dan moet je hun huizen weer repareren en al dat soort dingen ontsmetten. Nou, dat kost geld. Maar in je begroting is dat niet opgenomen. Wie moet daarvoor opdraaien? Wij vinden dat daarvoor moeten de landen opdraaien die verantwoordelijk zijn voor deze effecten. Ja. Dus het zijn hele, niet alleen interessante discussies en ook niet alleen noodzakelijke discussies, maar het zijn hele belangrijke boodschappen die we meegeven aan de wereldgemeenschap. En binnenkort zal in Azerbeidzjan de 29e COP worden gehouden. Dat is de wereldtop op het stuk van klimaatverandering. En daar zullen deze zaken besproken worden. Dus wat we hier bespreken gaat meegenomen worden als zeg maar een standpunt van deze regio met betrekking tot klimaatverandering. Het is een lang verhaal, maar het is wel belangrijk dat we weten dat Suriname daarin ook een voortrekkersrol speelt. Absoluut. En daarom is deze conferentie voor ons wel van belang, zowel inhoudelijk,
als ook materieel. Want ik heb net gesproken op de tentoonstelling met verschillende van de participanten van de bedrijven. En dan merk je heel duidelijk dat er wel degelijk belangstelling is voor het Surinaamse ondernemerschap. En voor de exportpotentie die ze hebben. En in vele gevallen wordt er reeds goed geëxporteerd. Nou, dat is wat we nodig hebben. En ik denk dat we daar heel positief naar moeten kijken. En niet zoals ik in de krant recentelijk heb gelezen, gisteren of vanmorgen, dat er geen belangstelling is. Dat is een verkeerd beeld dat we creëren over Suriname in ons eigen land. Ja. Daarover gesproken, minister, over business. Dat is ook onderdeel van uw portefeuille. We hebben met enkele ondernemers op de beurs gesproken. En opvallend zeggen ze allemaal, eigenlijk moet het erop neerkomen, er is een honger naar nog meerdere beurzen vanuit Bibus. Ja. Dat stemt u goed, neem ik aan. Absoluut. En ik kan u zeggen, CITA, de Suriname Investment Trade Agency, is nu volledig operationeel. Heeft een nieuwe directeur. En zij hebben de opdracht om inderdaad het Surinaamse product mee te helpen promoten. Ik heb gemerkt ook daarnet dat men goed contact heeft met CITA. Maar wat we ook moeten doen is investeerders binnenhalen. Nou, in dat opzicht moet ik zeggen dat binnenkort 4 handelsmissies naar Suriname zullen komen. Van Curaçao, van Aruba, van Jamaica. En er is nog één die mij even is ontgaan. Maar die komen hier omdat ze die belangstelling hebben, maar ook omdat ze die potentie zien. Ja. Dus dat is eigenlijk een methode om te bewijzen dat ons beleid positief is en dat het inderdaad tot resultaten leidt. Uit al deze missies ontstaan er initiatieven, ontstaat er een exportmarkt. Ik ben blij om te horen dat bijvoorbeeld CIC de Caribische markt goed beheert en nu probeert te penetreren op de Centraal-Amerikaanse markt. Nou, dat is hoe zaken gedaan moeten worden. Ja. We gaan niet wachten totdat anderen het voor ons doen. De concurrentie is enorm, dus we moeten ook bereid zijn om die investeringen te plegen. Maar dat is ondernemerschap. Ik praat niet over handel en het importeren. Ik praat over iets produceren in eigen land en dat gebruiken om een stukje export te realiseren. En dat is het soort ondernemerschap, entrepreneurschap die we nodig hebben. En ik ben blij te zien dat er nog vele initiatieven in dat opzicht er zijn. Ja. U zei eerder dat de ACS-conferentie een beetje zich voorbereidt op Azerbeidzjan, de COP29. Daar verwachten de landen natuurlijk wat. Maar los daarvan, wat verwacht u zelf nog meer aan het eind van deze conferentie? Aan het eind verwacht ik eigenlijk 2 belangrijke besluiten die genomen moeten worden. Eén is, kijk, er zijn heel wat agenda-issues die we gaan moeten bespreken op het niveau van de ministers. Er zal een nieuwe voorzitter worden gekozen. We zullen zien wie dat wordt. Er moet een nieuwe secretaris-generaal benoemd worden. Zijn termijn loopt af in oktober dit jaar. Maar dat zijn de institutionele zaken die besproken moeten worden. Er zijn wat beleidsissues rondom de speciale commissies die er zijn op een stuk van handel, van externe economische betrekkingen, van transport, toerisme, milieu, maar ook op het gebied van natuurrampen. De Caribische Zee als een zone van duurzame ontwikkeling. Al die issues gaan aan de orde komen. Er zijn 2 andere zaken die denk ik heel belangrijk zijn. Eén is dat we de issue van connectiviteit, dus elkaar kunnen bereiken, stimuleren door middel van meer toerisme, elkaar meer leren kennen, want wij weten nog te weinig van elkaar, ook in het Caribisch gebied. Hoeveel Surinamers reizen echt naar het Caribisch gebied om een beetje de cultuur, zeg maar, het land te leren kennen? Hoeveel reizen naar een Colombia of Venezuela of Mexico of Dominicaanse Republiek? Het is nog steeds een kleine groep. Onze bestemmingen zijn vaak naar Europa. Maar hoeveel reizen naar Centraal-Amerika? Heel weinig. Het zijn landen die enorm belangrijk zijn voor ons. Wij moeten het vertrouwen hebben. En dat vertrouwen ga je alleen maar creëren als je in contact bent met de mensen en het land zelf. Dus dat is 1. Toerisme. Ik hoop dat we daar een duidelijk beleid op hebben. Ik heb geprobeerd meer draagvlak te krijgen voor het zo vrij mogelijk kunnen reizen in de ACS-regio. 300 miljoen mensen.
Het is natuurlijk een moeilijke zaak, omdat we zitten met een aantal vraagstukken van migratie en een vraagstuk van mensensmokkel en al dat soort dingen. Maar we gaan naar een situatie moeten gaan waarbij binnen de ACS we eigenlijk zo gemakkelijk mogelijk naar elkaar toe kunnen komen. Dus visumvrij en al dat soort dingen. Dat is één. Tweede is transport. Dus de luchtvaartverbindingen, de zeevaartverbindingen, de digitale connecties. Dat moet op een hoger niveau getild worden. Dit is wat wij discussiëren, is ministerieel. Ja. Ik heb voorgesteld dat we dat brengen naar het niveau van de politieke leiders, de staatshoofden, de regeringsleiders. Omdat als zij die instructie geven dat het moet gebeuren, dan is er politiek draagvlak. Want het is geen eenvoudige taak, maar er zijn luchtvaartmaatschappijen die best met elkaar zouden kunnen samenwerken. Er zijn scheepvaartconglomeraten die best met elkaar zouden kunnen samenwerken. Maar die dat nog niet doen, omdat ze niet weten of de politiek erachter staat. Nou, dat moet een keer gebeuren. Volgend jaar hoop ik dat er een summit zal zijn, een staatshoofdenconferentie van ACS. En als we daar kunnen brengen en er komt een besluit, dan denk ik dat het veel makkelijker gaat gaan. Laatste punt wat ik hoop mee te nemen, en dit moet ook op het politieke niveau gedaan worden, is dat we de barricades, de obstakels voor het zaken doen met elkaar, dus op het gebied van douaneregelgeving, op het gebied van de fytosanitaire maatregelen, op het gebied van verschillende soorten belastingen die gegeven worden aan de grens, dat we dat zo soepel mogelijk maken, zo min mogelijk maken, zodat zaken doen met elkaar veel gemakkelijker kan plaatsvinden. Maar ook de kwestie van bancaire overmakingen. De samenwerking op een stuk van financiën en financiële stromen. Die dingen moeten geregeld worden, anders wordt het moeilijk om zaken te doen. Dat zijn voorwaarden scheppende maatregelen die gedaan moeten worden. Dat zijn drie zaken waarvan ik hoop dat we hier donderdag het besluit nemen, dat die op het hoogste niveau ook besproken zullen worden en dat we daaraan gaan werken. Ja. Is oil en gas ook ter sprake gekomen? Het komt zijdelings zeer zeker ter sprake. Het is voor ons natuurlijk belangrijk om dat aan te geven, dat er investeringsmogelijkheden zijn. Er zijn bepaalde landen, zoals Colombia, Venezuela, maar ook Dominicaanse Republiek en Mexico, maar ook Trinidad en Tobago. We hebben al een strategische samenwerking met Guyana op een stuk van olie en gas. Maar al deze landen die ik daarnet noemde, die hebben ook interesse om mee te doen. En wij stellen dat zeer op prijs. We hebben verschillende conflicten in de wereld. We hebben COVID-19 gehad. Wat is gebleken is, in je eigen omgeving steun zoeken is veel beter dan werken met partners die ver weg zijn en wanneer de nood er is, er niet voor je zijn. Ja. Dus wij kijken naar de regio en als de regio wil participeren in, zeg maar, in die rijkdommen die we zullen hebben en als we dat goed benutten, dan kan dat ook een voordeel zijn voor de hele regio. En politieke stabiliteit en veiligheid en democratie zijn belangrijke voorwaarden om dit soort ontwikkelingen mee te helpen faciliteren. Als voorzitter van de ACS mogen we stellen dat Suriname toch wel een impact heeft gehad op de organisatie, binnen de organisatie? Ik denk het wel. Men is zeer tevreden, dus ik ga daarvan uit dan. Het feit dat wij voorzitter zijn, is ook een stukje erkenning voor de rol die we spelen in de regio. Organisaties willen voorzitters hebben die actief zijn, die visie hebben, die komen van een land waar de potentie is. Ik denk dat men dat nadrukkelijk zo ziet. En vorig jaar toen ik gekozen werd in Guatemala was er unanimiteit over de keuze. En wij hebben geprobeerd ons best te doen, zo goed als mogelijk met ons team. Ik moet ook natuurlijk dank uitspreken aan het hele team op Bibis die nadrukkelijk maandenlang heeft gewerkt om dit te realiseren. En uit de reacties die ik krijg is men heel tevreden. Dus de dank is eigenlijk naar het team, de medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, samen met allerlei andere diensten, de politie, de militaire politie, DNV, Nationale Veiligheid, de particuliere sector die we hebben ingehuurd om bepaalde zaken voor ons orde te maken, naar de media die bekendheid heeft gegeven. Ja. Dit is iets, en ik stel dat zeer op prijs, wanneer we dit soort dingen doen, dan moet het gezien worden als een nationale zaak. En dan moet iedereen betrokken zijn en ook de ruimte krijgen om te werken. Het is niet alleen een minister, het is niet alleen een directeur. Het is iedereen van hoog tot laag die meewerkt om het tot een succes te maken. Ja.
We hebben nog 2 dagen te gaan, minister, maar wat is uw slotopmerking? Nou, we hebben inderdaad 2 politieke dagen te gaan. Vandaag hebben we, zeg maar, gisteren hebben we de businessconferentie beëindigd. Vandaag hebben we net geëindigd de, zeg maar, de Cooperation Conference. Dat is de samenwerkingsmogelijkheden op de verschillende thema's die ik eerder heb genoemd. Dat is ook goed afgerond. Die informatie gaat nu naar de politieke meetings. Ja. Morgen is de voorbereidingsmeeting voor de ministeriële meeting, welke op donderdag plaatsvindt. Ik heb vanmiddag nog een gesprek gehad met de Centraal-Amerikaanse groep. Want dat is ook de rol van de voorzitter, dat indien er problemen zijn binnen een groep, om die mee te helpen oplossen. En ik heb vanmiddag dus een meeting gehad met de vertegenwoordigers van de Centraal-Amerikaanse groep, omdat zij wat problemen hebben in de nominatie van een nieuwe secretaris-generaal, om daar wat ruimte te creëren, dat ze wat meer tijd krijgen. Dat is gelukt. Dus dat is de rol die we hebben, om problemen op te lossen. En dat zal dus donderdag aan de orde komen. Ja. President Santokhi zal de openingstoespraak ook doen op donderdag. En ik denk dat we met al die momenten, want de cruciale zaak is dat je goed voorbereidt. Als we een goede voorbereiding hebben, heb je minder problemen op de dag zelf. Ja. En tot nu toe verwacht ik dat alles heel rustig en smooth gaat verlopen. Okay. En daarmee dan ook een succes, want we hebben het vanmorgen gezegd, conflicten moet je oplossen door met elkaar te praten. En dat hebben we gedaan, potentiële conflicten. Dus ik hoop dat we donderdag, wanneer we de afsluiting hebben, donderdagmiddag vooravond, dat we kunnen zeggen dat na 4 dagen confereren Suriname toch een stempel heeft gedrukt, ook op deze regio. Bedankt voor dit moment, minister. Ja, en graag succes. Gedaan.